Boblusion is een multidisciplinaire dienstverlener, gespecialiseerd in business en IT-services. Waarbij we onze klanten, de organisaties, vooral in Nederland gevestigde organisaties, helpen bij hun grote IT-systemen, bedrijfskritische, maar zelfs maatschappijkritische applicaties, om die te bouwen, te beheren en te onderhouden. Ja, Conclusion is in het railsegment of in de railsector heel actief. Het is echt een groep organisaties in het raildomein waar wij ons zeer nauw verbonden mee voelen en waar we precies die maatschappijen en bedrijfskritische applicaties voor beheren en onderhouden. Onder andere in het domein van de reisinformatie. Conclusion beheert de 2500 schermen op alle stations waarin de actuele reisinformatie voor 1,5 miljoen reizigers per dag wordt getoond. En daarnaast beheren we niet alleen die borden en die schermen, maar ook daarachter de systemen en de applicatie, het hele landschap van applicaties wat daarachter zit, om die reisinformatie ook daadwerkelijk beschikbaar te kunnen stellen. Op de korte termijn zijn heel veel zaken gaande op dit moment natuurlijk in de railsector. En als ik kijk dan naar de mogelijkheden van de technologie en de mogelijkheden om de data die gegenereerd wordt uit heel veel verschillende systemen, om die veel beter met elkaar te integreren en daar veel meer informatie uit te kunnen lezen. Of het nou gaat om de onderhoud aan het spoor of de reisinformatie die veel beter op elkaar afgestemd kan worden. Of het veel meer nadenken over andere vervoersconcepten en het rail een onderdeel laten zijn van het vervoer van de reiziger van deur tot deur. Nou, zo zijn er heel veel verschillende zaken waar we met de juiste toepassingen en de nieuwe technologische mogelijkheden, het verbinden van de data aan elkaar, het integreren van applicaties, je een hele grote sprong voorwaarts weer kunt maken in het railsegment. Het spoor is natuurlijk altijd een lange termijn zaak geweest. Altijd iets van lange termijn planningen, grote investeringen. En ook een lange termijn duurzame oplossing voor vervoer. En ik denk dat het spoor, de rail, altijd een hele belangrijke, stabiele, robuuste component in een totaal vervoersconcept zal blijven. En met een wereld daaromheen en technologische mogelijkheden die continu zullen veranderen en waar het spoor een onderdeel van zal zijn en blijven. Op de dag van de rail zullen we vanuit Conclusion heel graag een bijdrage leveren om onze kennis met u allen te delen en ook heel graag uw kennis daar weer bij te betrekken en met elkaar samen tot inspirerende sessies te komen. Ik kijk erg uit naar Dag van de Rail. Een unieke dag, denk ik, waarin heel veel kennis en kunde en mensen samenkomen om te bespreken wat de huidige situatie van het spoor is en de toekomst. En met de maatschappelijke ontwikkelingen en de technologische ontwikkelingen gecombineerd te kijken wat de beste stappen voorwaarts zijn. Want stilstand is achteruitgang, zeker in het railsegment.